Goedendag, dames en heren, hier zijn we weer met nog een beetje pubbig fun. En het lijkt wel alsof wij alleen maar mogen ruiken aan die lekkere chicken dinner. Want het lijkt hier wel alsof wij de eeuwige nummer 2 mogen zijn. Dames en heren, wil je graag een potje pubbig doen met mij of een van die andere jongens die je samen met mij pubbig ziet spelen? Ik heb een Discord channel, de link staat in de beschrijving. Kijk er even naar. Dan kun je zo joinen, kun je lekkere potjes met ons doen. Alle dagen is er wel iemand die aan het spelen is, dus kun je lekker meedoen. Dames en heren, geniet van een filmpje, mocht je ervan genieten. Vergeet niet dat duimpje omhoog te geven. Mocht je geen drol aan vinden, mocht je het niet leuk vinden, de dislike button zit ernaast. In ieder geval, kijk lekker mee. Muziek is van Tobu, geniet ervan. En dames en heren, tot de volgende keer. Ik weet niet, kan ik dat doen zonder medkit? Au. Nee, gewoon... Blijf achter die boom, Antonius. Ik denk niet dat ik het haal. Nee. Crap. Sander. M16. Ja? Je hebt geen zicht zeker? Nee. Ja, ze schieten met een M16 4A. Nog steeds op datzelfde dak. Voor eentje beneden bij de gastank. Ja, ik zie hem op tussen 105 en 120. Ah, je hebt alleen munitie, man. Oh hey, my god, Antonius, hij wordt er net neergemaaid, jongen. Als je nou daar gaat liggen, dan maaien ze jou ook gewoon neer. Hij heeft een AKM gun. Ik weet niet wat voor kunnen jij hebt. Ik heb gezicht. Ik moet een klein beetje moeven. Nou ja, ik denk, ik zal in elk geval even kijken of die AKM kan pakken. Ah, toch. Ik zie niks meer op de dak daar. Jij zou. Nee, ik zie niks op de dak. Daar is dat. Gewoon motor. Recht voor. Adem in, ouwe jongen. Oh, bloep, rennen aan Colius en Colius, rennen Sander. Kom, bloep is er. Kom op, jongen, sta op, stom beest. Stom beest. Ja, dan ben je net aan het reloaden. Pop een booster. Hoe ver moeten we voor de volgende cirkel gaan? Oh, best net. We zitten aan de andere kant precies. In het open veld. Daar in het open veld waar die motor net langs reed. Ja. Voor de andere kant van de stad weet je zo moet zien. Oh jeetje man. Jongens, langs die huizen man. Langs die huizen heb je koffer. We weten dat de links hoe dan ook lui moeten zitten van ons. Maar Colius moet even healen, hè? Ja, dat weet ik. Holy crap. Oh, je bent zo dood gegaan door die bloep. Nou, hier even achter een muurtje healen. Heb je iets? Nee, ik heb niets, daarom. Oh crap. Ik heb ook helemaal niets. First aid. Daar. Deze, er was ook een toets voor, geloof ik, hè? 5 of 6. Nou, no medkit, zegt hij. Ja, medkit, dan ben je 1 te hoog, moet je 1 lager. 0 is booster, 9 is medkit, 8 zal wel first aid zijn. Nee, ja, nou dus. Ik denk dat we daar, via de stenen rand, via dat huis, torentje, ja. Langs moeten. Ja, achterlangs. En dan dat is wel het slimste. Voorzichtig dat veld daarin, want daar zit nog een beetje cover. Ja, en dan gaan we eens liggen. Laat de rest maar lekker met de kutten. Movement, was de movement? Nee, ik lig een stukje. Ik zie niks, top. Ah shit, ze hebben wel vanaf het veld vol zicht op ons. Hier is er al eentje neergemaaid. Het is nog wat interessant. Niks aan. Kom, allemaal lopen. Het enige wat ik heb gepakt is 5 bandages, de rest gaat hier ook niks. Ik heb ze pressen gepakt. Die schoten zijn nog steeds east. Cirkel is incoming, jongens. Hier die hooibanen, jongens. Hier naar die hooibanen. Ja. De eerste twee niet, die liggen er buiten. Schoten is echt wel east, maar west ook. Je moet de high ground opzoeken, denk ik. Ja, liefst. We kunnen naar die ene toren daar lopen. Ja, de toren zelf is altijd de juiste plek waar men als eerste zoekt. Niet liggen van het east.
Oh, dat wordt wel een heel klein dingetje hier. Maar nog een keer kleiner en dan nog een keer. Dit is wel leuk. Achter ons. Achter je? Ja, dat komt 100% van achter. Van voor kan je niet, ik zit achter een hooibaal. Zie niks. Nee, ik kwam ook veel meer van links. Van meer daar waar Sander kijkt, ja. Kijk maar naar waar mijn leek ligt en hoe ik lig. Ja. Ik heb wel vier keer scope, maar dan heb je echt geen, helemaal geen klap meer aan. Nee. Ah, oh, dat is Sander. Sander, rechts. Zie hem? Ging net liggen. Oké. Okay. Hoor je pan. Ja, hij piekte, Sander. Maar ja, als je hem tegenhoudt, dan gaat hij alsnog dood. Ja, hij zit nog precies achter jouw smoke. Oh, zie je hem, Sander? Oh, iets verder, nog na. Dood. Lekker. Lekker. Nog 9 alive, jongen. Ja. Maar die smoke... 9 seconden, je moet nog een klein stukje verder naar achter. Die smoke die trekt de aandacht van verder iedereen. Vanaf rechts werd net nog geschoten. Hier rechts werd net nog geschoten. Nog steeds. Suppressor. Ik zag geen links van je, voor mij, Sander. Oh, ja, kijk links. Oh, dat is, oh, dat is een auto. Dus dat is bij die Wizards Tower. Ja, die zit er middenin volgens mij. Nee, die zit helemaal aan de trap. Ja, ze hebben trap. Ja. Ik kwam net naar beneden lopen. Ja, maar ik weet, de mensen moeten elkaar gaan matten, dan heb je de meeste put. 9 live, jongens, 9 live. 8. Je moet nog een klein stukje verder voor de volgende. Maar die duurt nog een minuut, jongen, die duurt nog een minuut. 6 live. Ah, hij heeft een Groza. Oh. Die moet je neermaaien voor dit dio ziet. Telefoon! Ja, dat helaas, je bent verraden door de telefoon. De commandant. Sander, trek je terug! De oorlog is voorbij. Je moet een airstrike inroepen. Ja. Oh. Ja, daar. Recht voor je schieten. Iets meer naar rechts, ja, meer naar rechts. Nou ja. Dachthout. Maar die ander staat nog bij de touwen. Ja, komt recht voor je, stel op te nu. Dat is een vriendje, Marissa. Ja. Hij is er nou voort bij de auto. Nou bij het lijn, ja. Je raakt hem ook nog, jongen. Ja, maar hij gaat nu zijn vriendje ressen. Hij is dood. Hij kan zijn vriendje niet ressen. Ah. 5 alive. Hij zit toch niet in de way dat zometeen, dus Nee. Locked out. Lekker. Ja, ben je grap, ben je grap. Ja, ik zie hem. Hij gaat resten, denk ik. Oh nee. Ja, recht voor je zit. Hij moet in de center komen. Daar lag hij voor mij, links bij je Sander ook nog één. Daar, zie je. Hij is nog niet volgens mij. Dan nog 2? Circle, Sander, circle, je moet naar links. Daar ligt die andere ook volgens mij. Zo zie ik nog hier. Ja. Oh, iets naar rechts, anders kruip je echt open in. Maar ik zal kijken, maar die andere zit licht daar nog. Je zit naar de rand van de cirkel nou. Voor mij recht, was net recht voor je, volgens mij. Nou ja. Ja. Ik zie hem misschien een kopje bewegen. Ik zal wel blind zijn, ik zie niks. Nee, dat is echt waar. Maar rechts zit ook iemand voor me daar. Ja. Knocked out. Laat hem maar af, anders kan ik ze maken vertellen waar je zit. Nou, twee, jongen. Daar zit er ook één. Ik zit in links. Die is ook dood.
Ja, nog één alive, dude. Links. Die moet daar zitten voor jou, waar je nou ongeveer heen kijkt. Ja, ik zal net daar een helmpje op. Heb je geen grenades? Hij zit al in de cirkel. Jij net niet. Jij nog net niet. Ik heb geen grenades. Crap. Naar die boom. Maar eerste keer dat je zo ver ben gekomen, of? Nee, shit. Focus. Ja. Rechts. Ja. Ik wijs hem. Iets verder naar links. Iets verder naar links. Ah, oh my god. Lekker man, lekker jongens. Ja, 1 tegen 1. Oh my god, dat ik die kill niet op recording heb. Gast, als je dit potje had gerecord, jongen. Oei. Oh, hij komt de views. Oh my god. Die dude kan overal zitten. Ik wil niet als eerste move eigenlijk. Degene die beweegt, die wordt gezien natuurlijk. Maar ja, achter mij kan hij haast niet zitten, had ik hem net wel gezien. Of hij doet hetzelfde als ik doe. Ik verwacht hem haast bij die bomen. Maar Jan, die laatste kill was insta-kill. Dus dat is geen teammaatje meer. En hier, hij kwam bij die bomen weg en hij werd van achter niet beschoten. Dus zou ik haast zeggen, dan moet hij aan die kant zitten. Maar ik hoor ook niks. Nee, maar ja, goed, hij ziet mij ook en hoort mij ook niet. Oh, hij kan. Oh! Damn! We waren dichtbij. Zit je net niet in de zone, Jan? Gert, net niet in de zone. Oh, ik zat even te kijken. Ik zie eentje lopen, ik ga niet schieten want ik heb geen suppressor. Er zijn nog 8 alive. Dus naast ons nog 6. Ik zie eentje lopen, noordwest. Noordwest loopt hij over de heuvel heen. Hij is daar, zit nou verschuild achter die bomen, die oranje bladeren. Ja, yeah, ik zie het. Die schoten zijn nog veel meer 2,55. De bakker moet ik gewoon gaan helpen. Eén keer gehit. Kijk, hij moved, dat is die dude in de silent car. Lekker, dood. Ah! Wow! Snipper. Oh mijn god, ja, ik zie hem lopen. Ja, ik zie hem erboven zitten. Mijn aim is als een potato. 38 seconden, dus eigenlijk moeten wij move. Hij gaat move. Hij zit aan mij geaimd. Okay, hij loopt weer terug. Hij heeft je helm naar de galm missen. Kut. Hopen dat er een helm in dat hutje ligt ofzo. Ik denk dat we gewoon moeten move van band met circle 17 seconden. Oh. Ik zie er iemand liggen. Die wordt beschoten. Die is dood. Die is gedood door een groza. Dat is net, recht op de berg. Net hoorde ik hier ook nog schoten. Oh kut, we moeten move. Ja. Ik hoopte dat ik enigszins een beetje in koffer kon komen hier. Het ziet er nog niet naar uit, maar we moeten hier gewoon de straat op en dat is echt wel minder. We komen vol inside vanwege. Holy shit, dit ding doet pijn. Dit ding doet pijn. Oh my god. Dit ding doet fucking pijn. Yep. Nee, ik had niet. Fuck. Ja, nee. Nee. Shit. Jullie? Real life. Dude, ja, ik word. Mike versus hem. Waar was die? Vanaf waar schoot hij? Ik zit te kijken. Ik zie hem. Nee! Oh, hij had een level 3 helm, man. Hij had een level 3 helm. Dat was gewoon een headshot, maar zijn level 3 helm die redde hem, man. Schijt. Ah. Jop. Jammer, man. Alive. Alleen, ik heb echt waar geen idee waar ze zouden moeten zitten. Wij moeten weer move.
Oké, er zit south, er zit sowieso nog één. Ah, ik nam maar een silencer of iets, man. Dan kun je nog een keer schieten zonder dat ze meteen weten waar je zit. Die gast bij die steen is daar weg. Die moet er wel weg zijn. Ja. Oh, jij gaat kreupen. Ja. Ja, 43 seconden, dan moeten we er zitten, man. Oh ja. Het duurt wel even voordat we er zijn. Ja. Maar ik denk dat iedereen dit nou doet. Ja, ik kijk zo uit. Ik zie iemand, je best. Volgens mij bij jou is dat denk ik meer noordwest. West-noordwest. Dus hier is die soms een zwarte partikel. Ja, maar volgens mij zag ik die ook nu kruipen. Volgens mij twee maal. Yep. Ik zie zeker weten hier, recht voor mij, west, er zit eentje in het veld. Ja. Ik, dat zie ik wel. Shit, ik zit een beetje in het open. Ik durf er niet aan om te gaan staan, man, want het is dan maar eentje. Hè. We weten dat er zout nog eentje zit die ook zicht op ons heeft hier. Ja. En ik heb geen goede aim. Bagger, ik moet. Ik ga gewoon. Nee, we moeten eigenlijk niet doen, man. Zij moeten elkaar maar zien te vinden. Ja, we moeten bij elkaar liggen. Ja, maar we kunnen niet met twee man in één bosje. Nee, klopt. Maar die boor die kwam eraan. Ik weet niet waar die boor zit. En ja, die zit recht achter me. Ik denk dat als ik nu scope en schiet, dat ik hem hit. Denk ik. Crap, lig ik er buiten of zo? Pop alle boosters die je hebt, man. Pop alle boosters die je hebt. Ik heb geen één booster. Really? Het enige wat ik heb is stemgranaten. Oh, knocked. Ja, yep, hij heeft ghillie en een sniper. Fuck. Ik ben hem ook kwijt. Hij is geschoten. Ja, hij staat op. Hij ligt op dezelfde plek nog. Ja, nee, hij is een kruiper, hij heeft een beetje weg. Het is zo scheet dat ik niet om je heen kan kijken. Ja, hij loopt. Boven. Daar ligt er ook nog. Ligt. Die horen dus nog bij elkaar, die hadden nog een team. Ja. Yeah. Weer tweede, man. Weer tweede. Ah, oh, weer kan ik het net, die finish kan ik weer niet doen, hè. Crap, man. En... Oh, mijn god. Mensen, ik zit hier in een potje. Solo. In squads. Solo in squads. Daar komt nou nog net weer een squad, die pusht mij op. Daar in de housejes er zitten squads. Er zijn nog 9 alive. Het enige wat of dat ik eigenlijk moet gaan doen is mij verstoppen. Zorgen dat ze me niet vinden. I don't know. Solo in squads, mensen. Ik heb 5 kills. Ik heb 1 full squad gekilled. Ik kill daar net eentje. Met de VSS notabene. Ik heb ook een M16, maar solo in squads, dan is het toch wel heel erg fijn als je enigszins een suppressor hebt. De VSS heeft een suppressor. En de spanning stijgt. Ik heb onwijze mad loot. I don't know. Ik heb ze gewoon neergesniped. Ik heb niet superveel. Niet superveel ammo meer. Eén squad, 3 man. Die liep daar net. Die is nou denk ik aan het pushen op die huizen. Ik weet niet waarom. Er is squad schijnt iedereen. Kijk, daar loopt er nog weer eentje. Ik hou me er nog een beetje buiten. Ik hoop dat ze op die huizen gaan pushen. En dat ik er dan sneaky wat achter kan gaan hangen. In ieder geval moeten we naar voren, we moeten move. Houd niet van nu, op dit moment. Maar we moeten in verband met de cirkel. Nou zal dit een slow moving cirkel zijn. Maar damn it. Geen zicht meer. Ik heb geen enkel zicht meer op geen één.
En als je vraagt waarom doe je die red dot erop, dat is mijn enige close range weapon die ik heb. VSS die kan natuurlijk wel close range, maar die is daar niet super goed in. Niet veel koffer meer tussen mij en die twee squads van hier naar de zone. En geen zicht. Dus de kans is groot dat ze of daar dat gebouwtje in zijn gegaan. Die andere squad die zit in dat gebouwtje daarachter, daar heb ik ze in zien gaan. Verder niet, ik heb ze er niet uit zien komen of iets. Dus jep, zag je ze daar zitten? Daar. Dus dat weten we nu dus waar die tweede squad zit. Als wij nou enigszins daarheen kunnen move zonder dat zij ons zien, dan zijn wij settled. Dan zijn wij dus de achtste man, de laatste man. Dat zijn twee squads, dus waarschijnlijk twee squads van vier. Dat hoop ik in ieder geval, want dan weet ik precies waar of dat mijn vijanden zitten. Ik zit hier net in de circle. En ik hoop eigenlijk dat zij nu zometeen door de circle met elkaar in gevecht worden gedrukt. En ja, ik had net kunnen schieten, maar ik had nooit in mijn eentje daar een full squad uit kunnen schakelen. En ik heb liever dat zij met elkaar in gevecht gekomen. Oké, kijk. Nou wordt het erg interessant, aangezien de circle die gaat hier move naar deze huisjes. Kijk. Bam. Daar komen de squads in gevecht met elkaar. En omdat ik dus suppressed ben, hebben ze gewoon echt waar geen idee waarop dit allemaal wegkomt. En dan kunnen de squads elkaar mooi afmaken. Oké, hij is alleen nog maar knocked. Ze maken elkaar niet af. Dat is jammer. Daarachter bij de deur, daar staat er nog weer eentje. Oké, die hebben mij gezien nu. Die hebben mij gezien, dus we moeten gewoon move naar de cirkel. Zij hebben natuurlijk geen idee dat ik niet bij een van die squads hoor. En dat is voor mij juist wel weer super fijn. Hier kunnen we redelijk zitten. Third person. Geen super zicht hier. Oké, ze verstoppen zich daar weer in het huis. Over 7 seconden gaat de circle move. Ik weet eigenlijk niet welke ik beter kan hebben, want deze heeft de red dot sight. Meer damage, meer kabaal. Dan weten ze in ieder geval waar ik zit, maar ze weten toch al dat ik er ben. Ik heb wel wat silver lag, dus ik stuit er de hele tijd een beetje heen en weer. Ik wil die deur kunnen zien, dat zullen ze nu uit moeten. De circle die gaat nu op beide teams insluiten. Dus ik denk dat dat eerste team gaat moven. Dat die net al door de smoke heen zijn gemoved. Zijn nog steeds achterlijf, dus er is net bij de teamfight maar eentje dood gegaan. Wat natuurlijk wel heel erg uitzonderlijk is. Als ik granaat had gehad, had ik die nou gegooid. Nou gaan zij moven naar dit huisje hier. 5 alive. Oeh, dat is lekker. Geen kills voor mij erbij. Ze zijn nog buiten. Nee. Kijk, zoals ik verwacht. Ze zitten in dat huisje. Ik zit hier gewoon nog net in de cirkel. Beide teams die zullen moeten moven. Dus ik moet even heel goed in de... Holy crap, wat gaat hij doen? Jongens, de cirkel zit aan deze kant. Wat zijn jullie allemaal aan het doen, man? Oké. Okay. Oh mijn god. Het is nog dus deze squad van 3. Switch gun. Oké, ze weten nu dus waar ik zit. Ik niet meer waar of dat zij zitten. Oké, nou wil je. Oh, damn it. Dat was dus het laatste team waar of dat ik nog tegen vocht. Weer rank nummer 2. 6 kills. Oh, wat een lekker einde van een leuk potje, dames en heren.